Alright, je kijkt naar deel 17 van The Last of Us op Loco versus World, jongens. En Ellie is er net vandoor gegaan met een paard van het kamp. Oh man. Waar is die wat is die kleine aan het doen eigenlijk? Waarom gaat ze weg? En waarom is deze camerabesturing zo raar? Oh kijk, zo werkt het. Het is natuurlijk net als het rennen in het spel zelf, moet je L1 ingedrukt houden. Cool. Moet hij zelf springen? Ja. Yeah. Nee, dat doet de game. She usually pull these stunts. Nothing like this. What's going on? Ik ben benieuwd waar het heen gaat. En wat voor verhaal in het twistplot het zal zijn in het spel. Ellie is er nooit weggerend van ons vandaan, dus zullen we het wel zien. Voor ons rijdt natuurlijk Tommy, dat is de broer van Joel. Die heb je gezien misschien in het vorige deel dat ze elkaar weer ontmoet hebben. She didn't go down this way. Hmm. Alright. En welke kant moeten we dan op? Of we moeten afstappen? Ik ga nog even een stukje terugrijden. Kijk, ze kan ook hierin gegaan zijn. Even kijken. Ik denk dat ze hierin gegaan is. Kijk. Paardensporen. There. More tracks. Okay, good. Waar? Ja, wel die kant op. Oké. Waar? Hierin? Nee, toch? Het pad brengt ons wel hier. Oké, bereid je voor op een gevecht, jongens, denk ik. Ik kan hier van alles rondlopen. Mensen, dieren. Hey, wat is dat? Mensen dus. Mensen. Too goddamn many. Wow. Go around, I'll cover you. Wow, pak dat. Wow. Oké, welk wapen hebben we? Die ingezoomd hebben. Die. Oh, man. Oké, die hebben we. Zit er daar nog één achter die boomstam, volgens mij? Of nee, jij zit daar niet. Waar zit die? Oh, daar. Headshot. Oh, nou is hij weg. Kom op, show yourself. Oké, er is er nog één. Maar waar? Ik hoorde hem aan deze kant. Nog drie kogels hebben. Zit hij daar boven? Zal wel. Zou me ook niks verbazen als hij daar zit. Ja. Oké. Dan gaan we naar boven. Moeten wel een ander wapen hebben. Iets met meer bite en iets meer kogels. Dat is deze. Oké, het is één kogelverschil. Maar ja, jongens, je begrijpt wat ik bedoel. Wow. Oh. Oh, nee. Weg hier. Kom op. Verbind jezelf. Oké. Wat hebben wij hier nog? Een jachtgeweer. Mooi. Wow. Dat Oh, dat is een mooi wapen. Oké. Oh, man. Wow. In zijn hoofd. Oké, er zit er nog één. Oh, daar was het geluid even weg. Hadden jullie het ook door, jongens? Oh, man. Medkit. Kunnen we niet maken. We hebben een klein probleempje. Ja.
We hebben een probleem. Maar mogelijk kunnen we hier naar binnen. Oh, dat doet toch pijn. Elke keer als ik het zie. Oh. Oké. Kunnen we hierin? Daar wel, aan de overkant. Kom op. We hebben supplies nodig. Ja. Pijlen, die gebruiken we niet, dus die hebben we nog voluit. Oké, dat was alles. Maar kunnen we nou wel een medkit bouwen? Ja, gelukkig. Die hebben we ook gelijk nodig. Want ze hebben ons behoorlijk te pakken gehad. Wacht even, zo. Alright. Pak deze maar. Oh, die bijl, die blijft leuk. Oké, waar is mijn broertje? Weer terug bij de paarden zeker. Ik ga even kijken. Ellie moet toch hier toch ergens zijn? 6 minuten zijn we nog maar bezig. Come on, back to the horses. Sterker nog, de paarden komen naar ons toe. And away we go. Dit stuk is wel mooi, want je kan nu hier overheen jumpen met die paarden. Dat kon gewoon eerder niet. Oké, Ellie, waar ben je? Tracks keep going this way. Ik hoop dat we het snel vinden. Oh, wauw. Dat zag er niet zo netjes uit. We hebben echt nieuwe supplies nodig. Zeker dingen om onszelf te kunnen healen. Maar ook wapens hebben we nodig. Ik hoopte al dat Tommy dat voor me had, maar... Helaas. Nou, ze is maar net weg. De behoorlijke eentje al weg. Oh, nederzetting. Look, by the ranch. That's our horse. She's gotta be there. Ik zag hem niet zo snel, maar ik geloof het wel. Area looks clear. Jongens, even wachten. Even een slokje cola. Oké, daar gaan we. Oké, ik weet niet wat we binnen gaan tegenkomen. Be careful. Ellie? 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 Zit boven, denk ik. Waar is ze? Het huis ziet er leeg uit. Ik hoop dat er ook geen walkers in zitten. Of walkers, infect natuurlijk, hè. Hey. Bommen. Waar zit je, Ellie? Phew. Ik ben bang dat ik zo geschrikken of zo. Ik weet het niet. Here's another one. Nulpot, wat is dat? Oh, die is voor Ellie. Heb ze weer een leuk boekje om te bekijken. 2 badkamers? Dat is fancy. Oké, okay. Dat gedeelte zijn we nog niet geweest. Waarom zo agressief? Niks.
Die weer heel rustig. Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Get up. We're leaving. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area. Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Oeh, ik wil niet weg. Ik wil niet weg, Joel. Ik wil bij jou blijven. Maria told me about Sarah. Ellie? And... You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. Oh. Oh. Intense moment. Right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. And we are going our separate ways. Get it together. We're not alone. Whoa, okay. Joel, what do you? There are two walking in. There's more inside already. Oh, man. Check down there. Oh, man. Oh. Oh, nee, 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 nee. Oké, we hebben hem één keer geraakt. Kom op. Kram neer. Tuurlijk. Fucking pijn. Kogel door zijn hartjes. Oké, dat is hem. Alleen nu heb ik wel meer ammo nodig. Ah, kijk, 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 kijk. Oh, blijf er vier. Want nu hebben we kogels voor de shorty. En nu kan niemand ons meer tegenhouden. Oké. Zit hier nog meer ammo? Oh, we hebben die bijl natuurlijk. Ja, die gaan we niet wegdoen. Meer ammo. Precies wat we wouden. En... waar zijn ze? Hang back. Oeh, ze zijn... waar zijn ze? Oh, daar. Wat? Wow. Oké, dat is één down. Nee. Oh man. Kom op dan. You know where to find me. Oké, moeten we wel even een ander pistool pakken, want dit schiet ook niet op. De revolver, die heb ik al geüpgrade. House is clear. Let's get back to the horses. Was dat echt alles? Nee toch. Kunnen we niet... Ik ga eerst even kijken of er hier nog wat te plunderen valt. Nou, te plunderen. EHBO sowieso. Nog meer. Oh, kijk. Kijk, dit is precies wat ik bedoel. Dit hebben we nodig. Oké. Nou, het ziet er vrij leeg uit hier. We kunnen verder. Maar ik ben bang.
Clear. Wel grappig dat hij ineens met de shotgun staat trouwens. You want a hand up? I got it. Dit stuk is echt belangrijk in een game voor mij. Gewoon dat je emotioneel erbij betrokken wordt, zeg maar. Kom op, Joel. Ga je excuses aanbieden. Je kunt het. Ik wil niet Ellie kwijt. Ik wil bij het Ellie blijven. Joel heeft het er ook mogelijk mee. Zien jullie dat, jongens? Here she is. Kids be watching movies tonight. Where is this lab of theirs? It's all the way out, University of Eastern Colorado. Go Bighorns. Ellie, get off your horse. Give it on back to Tommy. I'm gonna hang on to this fella. That's all right with you. Oh, don't make me repeat myself. What are you doing? Your wife kind of scares me. I don't want her coming after you. Sorry for stealing your horse. Look, come back to town. Let's discuss it at least. You know me, my mind's all made up. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror. You can't miss it. Take care of that wife here. Gaan we dus toch door, jongens? Oh, dat is wel gaaf. No. You good? I'm good. Adios, little brother. Oh. Geweldig, ze blijven samen. Joehoe. Bye, Tom. Oké, even een loading screen, jongens. Oh, wacht, loading screen is alweer weg. Right, it's called turnover. And if you clear the 10 yards, then you're back at first down? First down, that's right. Man, it's confusing. You just gotta play it a couple times. It all makes sense. Wauw. Oké, jongens. Kunnen we niet gewoon lopen? Kom. Lopen met een paard bedoel ik. Oké. Oh. We gaan het gebouw zoeken. Wetenschapsgebouw. Welk gebouw ziet eruit als een spiegel? Is dit de campus al dan, jongens? Hmm. Wacht eens even, is dat hem niet? Ja, dit is hem volgens mij. Kijk, hier. Alleen, hoe komen we erin? Hoe komen we erin? Oké, kom maar mee. Er staat daar al wat te knipperen, dus. Oh my god. Freaking nice. Vlammenwerper. Oh my god. Ha! Cool. We hebben vlammenwerper. Oké, eens even kijken wat er hier allemaal te vinden valt, jongens. Dingen voor het upgraden en zo. Wauw. We beginnen nu echt goed onze dingen te vinden. Even kijken, is er hier dan ook een tafel? Ik doe even mijn licht aan. Oh, dit herinnert me aan. We kunnen nu dingen upgraden, hè? Daar waren we al de hele tijd van plan.
maximaal gezondheidsniveau. Huppa. En nu kunnen we gelijk niks meer. Maar dat waren we de hele tijd al aan het doen. Luisterafstand had ik eigenlijk nooit moeten upgraden, maar goed. Oké. We gaan eens even verder kijken. Even kijken. 21 minuten. Wat is het hier stil? Ik vertrouw het nog steeds hier niet. Er begint wel een muziekje te spelen. Way too quiet. Is hij veel te stil? There was a lookout here. That's a good sign. Nou, ik weet niet of dat zo'n goed teken is, want hij is nu waarschijnlijk dood. Is dat dezelfde gedeelte als waar ik net was? Even kijken. Ja. Oké. Okay. Wat nou als ik hier naar beneden ga? Ben ik dan gelijk dood? Ik denk het wel, dus ik waag er niet op. Ik ga gewoon weer naar beneden. Even kijken. Terug naar Ellie. Oh. So, these places, people would live here and just study, even though they were all grown up? Study, party, and find themselves. Figure out what they wanted to do with their lives. Wow. Oké, jongens, aangezien we hier nu nog niet uitkomen, zit eigenlijk voor dat we nu bij deze de video gaan afsluiten. En dan zie ik jullie in de volgende video. See you later. Loco out.